guys! Vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering van Proefwerk. De serie waarin ik dingen uit de supermarkt proef die ik nog nooit eerder ben tegengekomen. En waar ik erg benieuwd naar was. Of die me raar leken. Of die me juist heel erg lekker leken. Voordat ik begin, mocht je iets geks hebben gezien in de supermarkt, laat het me dan vooral weten. En dan ga ik het voor jullie proeven. Met in de aflevering van vandaag. Bubblegum suikerspin. Of suikerspin bubblegum. Ik heb geen idee. Dit is dus eerst suikerspin en dan verandert het in kauwgom. Ik was hier heel erg enthousiast over, dus dit ga ik proberen vandaag. Ook hebben we een fruit- en groentespread in de aanbieding van mango, ananas en wortel. Ik weet niet zeker wat ik hiervan ga vinden. Het lijkt misschien een beetje op jam, maar omdat er ook groente in zat, dacht ik, is dit wel lekker? Dat gaan we vandaag uitvogelen. En dan een extraatje. Ik doe normaal 2 dingetjes in proefwerk, maar nu doe ik er 3 vandaag. Ik weet niet zeker of ik deze doe omdat ik er benieuwd naar ben of omdat ik gewoon erg veel honger heb op het moment. Maar dit zijn noedels van Nuggshot. En dit is dus de bedoeling dat je het klaarmaakt in een mok. Maar ik vind ze er wel wat anders uitzien dan de normale noedels die ik vaak eet. Dus ik was gewoon benieuwd hoe ze zouden smaken. Ja, let's begin! Ik wil heel graag beginnen met de Chupa Chup Cotton Bubblegum. Kom op, wie is hier nou niet benieuwd naar? Dit is toch fantastisch. Dit is hoe het eruit ziet. Cotton bubblegum. En het plaatje zegt het al. Eerst suikerspin en dan kauwgom. Oké, ik ga hem openmaken. Oh, ik wilde hem heel netjes openmaken. Wow. Oké, dus dit ruikt echt naar de meest chemische roze kauwgombal die je ooit gaat eten in je leven. Sorry voor mijn stem trouwens. Ik heb een beetje keelpijn, maar ik vind het eigenlijk wel cool klinken altijd als mijn stem zo is. Hey. Oké, dit is waar we mee dealen. Wow, dit is een stukje suikerspin. Het ziet er misschien niet uit als een suikerspin die je krijgt op de kermis, maar het is suikerspin. Wollig en zacht, maar dan in elkaar gedrukt in een pakketje. Ik weet niet zeker, ik denk dat dit stuk echt veel te groot is om op te eten in één keer. Ik denk dat ik dit zo lekker ga vinden en daar ben ik een beetje bang voor, want volgens mij is het helemaal niet goed voor je. Maar dit is echt zoiets waar ik verslaafd aan zou kunnen raken volgens mij. Oké, we gaan het proberen. Wat de hel? Wat de hel? Zodra de suikerspin in je mond raakt, denk je eerst nog van, ha, suikerspin. En daarna is dat gewoon compleet weg en zit er gewoon een stuk kauwgom in je mond. Echt binnen een mum van tijd gewoon weg. Hoe maken ze dit? Ik ben zo in de war. Hoe kan het dat dit, met gewoon een klein beetje van mijn speeksel in mijn mond erbij, een kauwgompje wordt? It's happening again. Misschien niet al te smakelijk, maar dit is hoe het er nu uitziet. Dit is letterlijk gewoon een stukje kauwgom. Ik vind het wel jammer. Ik had denk ik wel meer suikerspin willen proeven. Gewoon dat het eerst nog iets meer suikerspin was. En dit is echt zodra het je mond ingaat, is het echt gewoon kauwgom. Smaakt niet slecht, though. Echt gewoon die chemische kauwgombal, maar daar hou ik eigenlijk wel van. Maar ik vind het wel heel grappig bedacht. Dus daar krijgen ze dan weer punten voor. Ja, ik vind het wel grappig, maar ik ga het niet nog een keer kopen. Gelukkig voor mij, want dit wordt dus geen verslaving, zoals ik van tevoren misschien dacht. Op naar de fruit- en groentespread. Dit is van het merk Jaspers Nieuwe Natuur. En dit vind ik dus grappig, want hier zit een plaatje bij. Kijk, hier kan je dus zien wat er allemaal in deze spread zit. Ananas, wortels, banaan en mango. Klinkt best wel lekker. Dit is het potje. Het is wel heel gezellig mosterdgeel en dan zit er af en toe echt zo'n oranje blub zo tussen. Nu ga ik hem openmaken. Oeh. En dan ziet het er zo uit. Ik moet zeggen dat ik niet uiterst enthousiast ben over de geur. En het leek me leuk om hem eerst gewoon eventjes te proeven met een lepeltje. Gewoon een hapje te nemen. Ik ga hem ook nog op mijn brood doen. Maar gewoon eerst eventjes een lepeltje. Wow, ik heb een hap echt met een groot stuk wortel volgens mij ook erin. Bon appétit. Oh nee. Oké, ik had niet verwacht dat de wortel ook gewoon hard zou zijn en dat het zou kraken als ik erop zou kauwen. Wow, dit is helemaal niet erg. Ik hou van wortels, maar ik had het gewoon niet verwacht. Ik had eigenlijk gewoon verwacht dat het net zoals de rest gewoon een soort van gelei zou zijn. Maar nee, er komt een verrassingsbite aan te pas. Oké, even nog een hapje. Mijn beleving gaat echt zo van, oh lekker, oh lekker, oh, lekker. Ik weet het niet zo goed. Ik hou van het zoete van de mango en de ananas, maar die harde stukjes ertussen, not my thing, man. Toch gaan we het nog eventjes proberen op een boterhammetje. Ik kan me wel voorstellen dat het erg lekker is bijvoorbeeld in je yoghurt of zo, als je muesli erbij eet. Oh, nu zie ik nog meer stukjes. Oh, stukjes paradise. Oké, niet slecht. Zeker niet slecht. Op mijn brood vind ik het lekker, maar het is een beetje zo, het is een beetje net niet jam. Zo van, oh, het is jam. Oh nee, net niet. En hier ben ik ook altijd erg fan van. In feite zou ik zeggen dat het een aanrader is als je op zoek bent naar iets wat bijna volledig natuurlijk is. Gewoon lekker zoetig voor als snack of op je brood. En dan tot slot de noedels. Nuggshot Thai noedels in een mok.
ik vind het allemaal vet leuk. En wat ik leuk vond ook, is dat er geen gistextract in zit. Dat is even een wat meer inside dingetje. Maar het gistextract is een smaakversterker. Die best wel veel wordt gebruikt in dit soort producten. En hij zit hier gewoon niet in. En dat vind ik wel vet eigenlijk. Want het is niet zo'n hele goede smaakversterker. Het is een stof die je snel verslaafd laat raken aan een product. Ik ga een mok pakken. Ik ga wat water koken. En we gaan dit eten. Dit is hoe het er nu uitziet in de mok. Ik ben nu water aan het koken. Oké, let's do this, folks. Nu moet ik even roeren. Het ruikt wel al heel lekker. Echt als van die goede Thaise noedels die je krijgt in een Thaise restaurant. Oké, dus de bedoeling is dat ik het nu nog even 5 minuten laat staan. Dus daar gaan we nu op wachten. 5 minuten later. Ik ga deze noedels eten. Met heel veel plezier, hopelijk. Oh, ik heb er zo zin in. Als ik eraan ruik, dan ruik ik vooral gember. En een soort van limoenachtig iets. En ik denk dat dit ook wel aardig pittig gaat zijn. Ik hoop dat ik niet mijn mond volledig verbrand als ik nu een hap neem. Let's do this. Huh. Ik vraag me af of ik er niet te veel water bij heb gedaan. Ik vind het lekker smaken, maar dan wel echt een kilometer verderop ver weg. Ik proef echt minder dan ik wilde eigenlijk. Ik hoopte echt dat het zo pittig zou zijn dat ik er een glas water bij moest pakken. Oké, hoe meer hap ik neem, hoe lekker ik het begin te vinden. Het is niet slecht voor noedels uit een zakje. Ik ga dit opeten, want ik vind het niet slecht en ik heb toch trek. Leuk om een keer te proberen. Oké, ik ben niet echt heel erg enthousiast deze proefwerk. Maar ik heb ook niet gekotst, dus dat is ook mooi. Ik zou zeggen op naar een volgende editie. En ik denk dat ik in de volgende editie vegetarische tonijnsalade ga proeven. Die heb ik nu niet in huis kunnen halen, maar dat ga ik de volgende keer dus wel doen. Nogmaals, als je suggesties hebt van dingen waarvan je denkt van, dit moet Eske echt proeven. Dit heb ik gezien in de supermarkt en ze moet het eten in een video. Laat het me dan weten. En dan was dat de video voor deze keer. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Hartjes! Doei doei!